Kijk, nu zijn we de ganzen aan het spoelen, want het is zout water wat we gebruikt hebben. En dat zoute water, dat zuigen we af. Dat wordt netjes bewaard in het jerrycan. Ganswater, wie wat bewaart, heeft wat. En dit is de CO2-gans van de Roel. Hij gaat spoelen tot ongeveer 2 centimeter boven zijn gans. En dan komt er weer schoon water bij. Hansen zinkgans moet nog verder helder worden boven de gans. En als het helemaal helder is, dan gaan we dat voor de tweede keer spoelen. Want we hebben vandaag al 1 keer gespoeld. Kijk, nou is Roel bijna op 1 centimeter of 2 boven zijn gans. En dan gaat hij schoon water erin doen. Zo, nou komt er weer schoon water bij. En dat doe je 2 of 3 of 4 keer. Net zolang tot je met je vinger geproefd hebt dat het water niet meer zout is. Het water mag niet meer zout zijn. Hiervoor zie je dat kleine potje met dat blauwe kopergans. Dat heb ik gisteren al gespoeld. En dat is dan het resultaat van die pot met gans die je gisteren, die wekfles die je gisteren nog zag. Nu zie je dat het gespoeld is, het zout is eruit en er ligt een gans op de bodem. Kopergans is dat. Links die grote pot is zink. Rechtsachter is CO2-gans. En hiervoor is dan kopergans, zoals we begonnen zijn. Spoelen, ja. Dan ga ik deze alvast overbeamen. Die ga ik weer even uploaden.